Hallo, mijn Christel, welkom op mijn kanaal Christel Blue. Bedankt voor jullie likes, jullie reacties en dat jullie lid zijn van mijn kanaal. Ik bedank ook degene die donaties hebben gedaan. Er zijn er een paar geweest en dat vind ik heel erg lief van die personen. Dus dank je wel. In ieder geval, we gaan een kiesje dek reading doen. En het gaat eigenlijk boodschappen voor jezelf. Dit is de eerste groep. De tweede groep. Of de derde groep. In ieder geval, tot zometeen. Oké, de eerste groep. Ga even live schudden. Ik ga eerst even alles trekken. Dit is trouwens de Modern Witch Tarot. Het is de AliExpress versie. Kijken of ze allemaal in beeld komen. Nog een keer de bovenste rij. Nog zoveel. Klaar van de 10 van zwaarden. Oké, deze groep. Ja, er zijn messteken in je rug misschien al veel geweest. En hier komt een einde aan. Deze persoon zit op de telefoon. Misschien hou je erger van de telefoon. Maar ja, er komt een einde aan dit messteken in je leven. Er komt een nieuw begin. Je gaat ook steeds meer in je kracht staan. Je kan de obstakels eigenlijk overwinnen. Ja, de King of Pentacles. Kan zijn dat er een aardeteken op je pad komt. Of dat jij zelf de King of Pentacles wordt. Dat jij zelf in je kracht gestaan, geaard bent. Zelf een aardeteken bent. En dat betekent ook wel stabiel. Deze persoon is wel stabiel. Misschien dat hij in je leven komt. Stabiele koning. Die ook met geld heeft. Komt een einde aan de situatie waar je nu in zit. Dus messteken en de doodkaart. En dat is stevig een nieuw begin. En dan zal je zelf, jouw wensen gaan gewoon uitkomen. Nine of Cups. Bekers 9. Ja, misschien zie je het nog niet allemaal nog. En er is een opening. Je kan er doorheen lopen. Je kan jezelf bevrijden. Je moet echt wel keuzes maken in leven. Voor het stabiele nieuw begin. Ook meer welvaart. Ja, dat kan zijn dat je een derde partij achter je moet laten. En dat geeft je misschien wel hartzeer. Maar je bent zelf een hele mooie spirituele vrouw. En dingen komen in balans, justice, gerechtigheid.
Misschien moet er wel iets voor het gerecht gebeuren. Het kan van alles zijn, hè? Dat je iets moet oplossen met justitie. Dus rechtbank. Maar dan kan je ook de Ten of Pentacles krijgen. Dat is een gelukkig gezinsleven. Heel veel rijkdom. Ja, je moet keuzes maken. En dus misschien heb je meerdere keuzes. Maar ja, je moet dit eigenlijk gaan kiezen, hè? Gelukkig gezinsleven en overvloed. En dan kan je ook harder vooruit gaan. Dus de Chariot, de zegenwagen. Kijk, zegen vieren. Goed, de kaarten hierbij horen zijn deze. Change, verandering. Ja, begrijp dat niets kan groeien en ontwikkelen zonder in beweging te komen. Dus je moet in beweging komen. Je moet vooruit willen gaan. Voor dit gelukkige gezinsleven en ja, heel veel geld, rijkdom. Hier staat gratitude. Ja, ik ben dankbaar voor alle nieuwe kansen in mijn leven. Dat wordt gepresenteerd aan mij. Wees dankbaar voor. Service. Ja, ik voel me goed als ik anderen kan helpen. Misschien is dat wel je missie. Anderen helpen. Dus er komt een einde aan de situatie, hè. Goed, laten we even deze kaarten doen. Succeskaarten zijn dit. Ik werk voortdurend aan mijn doelen, elke gelegenheid aangrijpend. Als ik de vele manieren waarop een gebeurtenis zich kan plaatsvinden tot het uiterste benut, vergroot ik de kans dat deze inderdaad tot stand gaat komen. Dus werk aan je doelen en pak alle kansen aan, hè. Nog eentje doen. Deze flipt over. Ik voel me goed in mijn eigen kracht. Dus de pauw. Ja, wees ook trots als een pauw. Met ware kracht die van binnenuit komt, is niets te hoog gegrepen voor mij. Goed, dus andere kaarten. Gelukkig durven moet je durven. Gelukkig zijn moet je durven kaarten. Dat zijn er te veel. Twee zijn er omgeklapt. Zowel tegenslagen als successen helpen ons bij het vinden van geluk in ons leven. En hier staat ook verwacht het onverwachte. Dus er gaat iets onverwachts gebeuren. Dus tegenslagen hebben wel als doel om weer het geluk te vinden in je leven. Zullen we deze eigen wijsjes even doen? Ik vertrouw op mijn gevoel. Ja, een mol ziet ook niets. Dus ja, die gaat ook op zijn gevoel af, hè? Vertrouw op je gevoel. Dat is een blinde. Net als die mol. Ik mag fouten maken. Deze maak fouten met sommetjes maken. Fouten maken is niet erg. Daar leer je van. Ik ben eerlijk tegenover mezelf. Ja, dan kijk jezelf in een spiegel aan, hè. Wees eerlijk. Een beetje. Ik mag verdrietig zijn. Dat mag gewoon. Je mag gewoon je tranen laten gaan. Deze groep. Iedereen, hoor. En deze is, wie erin gelooft zal overwinnen. Ja, misschien moet je wat overwinnen, hè. Komt een einde aan de situatie. Blijf erin geloven. En dan ga je overwinnen.
Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt betekent niets vergelijken wat met ons in vergelijken met wat in onszelf ligt. Dus wat achter ons ligt en wat voor ons ligt betekent niets vergeleken met wat in onszelf ligt. En hier staat: beperk je niet tot de verwachtingen, ga naar buiten en doe iets opmerkelijks. Goed, dan gaan we. Hebben we alles gehad, geloof ik? Ja, dit was het voor deze groep. Tot de volgende keer en ik hoor graag je reactie als je het mooi vond. Hallo, de tweede groep. Welkom op jullie reading. Kijken wat het universum jullie wil zeggen. En deze. Goed, laten we even kijken. Ja, ik voel wel dat je veel dingen achter je gelaten hebt misschien of moet doen. Ja, deze is meestal de gewonde strijder, maar ja, hier zie je toch wel dat je het wel aardig wat dingen al gepasseerd bent eigenlijk. Dus alle behoorlijk wat obstakels hebt overwonnen. Je staat er al een beetje boven lijkt wel. Je staat meer in je kracht. Ja, misschien ga je met iemand samenwerken. Er zit ook een soort map wat ze zitten te kijken. Misschien heb je plannen om met iemand samen te werken of iemand met jou. Misschien heb je een idee. In ieder geval, je gaat de sprong wel wagen. De voel is dat. Maar je hebt wel even rust nodig. Ja, misschien ook mediteren. En dit is de Ace of Coins. Dan komt er stabiel een nieuw begin, welvaart. Een nieuw begin in iets stabiels. Materialistisch. Misschien werk. Welvaart ook. En je gaat de overwinning vieren. Overwinning op alles wat je achter je gelaten hebt. Alles wat je moet overwinnen. Ga je overwinnen. Ja, Queen of Cups, ja, dat is wel een queen die een cup heb of gekregen heb van iemand. Misschien ga jij iemand de liefde geven of iemand aan jou de liefde geven. Want hier zie ik ook de Page of Cup. Ja, kan een man zijn, ja, de page die je misschien aan de queen een cup geeft. Misschien is iemand onzeker om de cup aan te bieden. Het is geen koning, maar je hebt zelf ook heel veel liefde in je. Ja, die worden verklaard onder elkaar, hè.
Ja, je bent misschien weggelopen uit de situatie, iets waar je ja, misschien om gebeden had, een meisje met een handen samen. Misschien ga je dat doen, misschien heb je erom gebeden en ga je nu binnenkort dat doen. Ja, voor een gelukkig gezinsleven met man, kinderen, een fijn familieleven. Ja, en dit is vier van pentakels. Ja, misschien had je een beetje vastgehouden aan de andere oude dingen, maar dit ga je wel loslaten. Je gaat meer ruimte maken, misschien ook in je hart. Ja, misschien weer kan sparen. Het is de King of Wands. Ja, dat is iemand die gepassioneerd is. Iemand die in zijn kracht staat, misschien heel veel passie om nieuwe dingen te beginnen. Het kan ook zijn dat er een mannelijk persoon heel veel passie voelt voor jou. Of dat jij een passie vindt in nieuwe dingen. Misschien ook een passie voelt voor iemand. King of Coins. Ja, het kan zijn dat er iemand komt die ja, toch wel geld heeft. In zijn kracht staat. Een aardeteken. Ja, iemand die ja, erg gegrond is ook, die weet wat hij wilt. Goed, laten we even andere kaartjes kijken. Nummer 2. Het antwoord is liefde. Ja, dit is ook wel liefde, hè, deze kaart. Het antwoord is ook liefde. Het mooiste licht komt uit je hart. Ja, misschien ben je lichtwerker. Maar het mooiste licht komt uit je hart. Als je hart openstelt, dan komt er heel veel licht uit. We hebben hier wat kaarten. Dan geef je over. Ik kan de controle loslaten. Geef je over aan de divine, aan God. Universum. Nou, maar heb even geduld, want alles gebeurt via divine order. In divine timing, dus goddelijke tijd. Dan moet je even geduld hebben om misschien dit te krijgen. Gelukkig gezinsleven. En die cups allemaal. De liefde. Ja, misschien voel je erg schuldig over. Maar ik kan zelf, ja, ben zelf verantwoordelijk voor je. Het wel, ja, dat je je goed voelt eigenlijk. Well-being. Goed, gaan we deze kijken. De grote vraag is of je volmondig ja kunt zeggen tegen je avontuur. Dus kun je ja zeggen? Of tegen je avontuur. Of blijf je nog er een beetje tussen hangen, hè? Wacht niet tot het gebeurt. Maak het zelf waar. Maak je eigen toekomst. Ja, je moet zelf waarmaken. Dus zelf uit laten komen. Je eigen toekomst creëren. Zelf misschien actie ondernemen. Laat jezelf stilletjes meelokken. Door de kracht van datgene waar je echt van houdt. Goed, dan doen we deze even. Mijn intentie is helder. Je moet er dus wel achter staan. Je hart volgen misschien, zodat de zon kan schijnen. Wanneer mijn intentie helder is, kunnen mijn wensen worden vervuld. Ik raak mijn ziel aan. Wanneer ik mijn ziel aanraak, maak ik contact met de bron van onbegrensde rijkdom. Ik erken dat ik oneindig rijk ben. Ik ben vrij om succes in mijn leven te creëren. Het is mijn keuze. Vrij zijn is weten dat ik mijn bewustzijn daarheen kan brengen waar ik wil
en wanneer en hoe ik het wil. Goed, even een eigen lijstje. Ik kies zelf hoe ik reageer op een situatie. Dus ja, misschien moet een masker af. Hang je masker. Ik mag om hulp vragen. Help, staat er. Ik ben rijk. Eentje. Ik ben vrij. Ja, misschien moet je jezelf vrijmaken. En dan kun je vrij zijn, hè? Goed, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg! Oké, mensen van de derde stapel. Laten we kijken wat er speelt. Even goed doen hoor, want ze zitten allemaal gedraaid. Dat is te veel. Goed. Ja, misschien kijk je ergens naar uit. Wacht je ergens op? Misschien wacht je tot een koning van cups in je leven binnenkomt. Dus iemand die jou de liefde verklaart. Wacht je op een nieuw begin en wacht je op communicatie en wacht je op met iemand gaan praten over zijn gevoelens. En ja, dan kan er een nieuw, stabiel nieuw begin komen. Ja, misschien wacht je wel op de liefde die je misschien aangeboden krijgt. Maar ben je nog een beetje misschien onzeker om het ontvangen? Ja, er komt een nieuw begin voor je, want het is de doodkaart en dan... Komt er een einde aan de oude situatie en er komt een nieuwe situatie leven binnen.
Dus de twee van pentakels, dingen worden in balans gebracht. Het is al bijna in balans, zo te zien. Want je staat wel in je kracht. Je bent wel de Empress. En de Empress is ook zwanger. Zwanger van het nieuwe begin. Je bent een hele vrouw. En als je voor een man kijkt, in ieder geval komt een Empress in je leven. Een vrouw die heel veel liefde heeft in zich. Die in de kracht staat. En dit is de Queen of Swords en King of Swords. Dit is een stelletje. Beide in de kracht. Misschien af en toe scherp van tong. Maar wel een stelletje. Een power couple. Ja, Eight of Swords. Ja, je voelt je misschien gevangen in een situatie. Misschien moet je nog karma aflossen. Het universum wil toch wat je je overgeeft. Om hier uit te komen. Want je hebt misschien die liefde geweigerd. En je zit een beetje te denken van hoe moet ik het aanpakken. Voelt je misschien een beetje teleurgesteld in de liefde. Maar dit komt eraan, de Ten of Cups. Gelukkig gezinsleven. Dus het komt goed. En liefde, heel veel liefde. Laten we even deze kaart kijken. Ja, je bent misschien angstig. Ja, leer dat de angst de uitkomst niet verandert. Je voelt misschien dat je stappen moet zetten. Angst verandert de uitkomst niet. Ja, komt overvloed. Je kan alles dingen manifesteren wat je wilt in de fysieke realiteit. Vertrouw op het universum. Vertrouw dat mijn innerlijke stem me altijd correct begeleidt. Dus volg je innerlijke stem, volg je intuïtie hierin. Vertrouw dat je ook die overvloed gaat krijgen en maak je geen zorgen, want de uitkomst is misschien al vastgezet door het universum. Die heeft het misschien al gepland. Als er geen kansen aankloppen, maak er dan een deur. Als er geen kansen aankloppen, maak dan een deur. Ja, misschien moet je de kansen creëren door een deur te maken in gedachten, dat het open gaat. Gisteren kunnen we niet overdoen, maar morgen zit vol nieuwe kansen. Dat is een beetje veel, nog eentje. Succes is niets meer dan wat principes die je elke dag toepast. Goed, een paar eigen meisjeskaarten. Allemaal vrolijke mensen. Ik mag nee zeggen. Misschien zit je in een bepaalde situatie. Dan mag je nou nee op zeggen. Ik gun je het. Ja, overvloed zie ik hier ook, hè? Muntjes, geld. Ja, en ik had hier ook overvloed. Dus dat komt er wel aan. Overvloed. Gelukkig zijn moet je durven kaarten. Adem is de bron van creatie. De mooiste dingen in het leven zie je niet met je ogen, maar met je hart. Ja, misschien zie je bepaalde dingen niet, maar kijk eens naar je hart.
En deze nog een slot. Ik blijf aandachtig voor alles in het leven. Met bewustzijn en aandacht voor het leven kan ik een positieve gelegenheid herkennen en erop inspelen. Ik ben bewust van mijn eigen ego. Mijn doel is niet van het ego af te komen, maar ervan bewust te zijn hoe het mij stuurt en waarheen. Goed, dit was de groep 3. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.